Hallo, wij zijn net aangekomen op Samos en het is warm. Ik ben allemaal moe, want we moesten echt al om 2 uur vannacht opstaan. En nu heb ik bier. Jongens, tweede dag. We hadden dus net een andere kamer, omdat eigenlijk onze echte kamers die we zouden krijgen nog bezet waren. We hebben dus net onze echte kamer dan gekregen, dus we moesten even 1 nachtje in die andere. En we komen hier binnen en het is basically hetzelfde, maar veel groter en beter eigenlijk. Veel groter. Het is echt minstens 2 keer zo groot. En we hebben ook een heel mooi balkon. Hier. Daar zijn ze. Hallo. En kijk ons uitzicht. Aan het uitrusten en aan het drinken. Maar dadelijk gaan we dus omlaag en dan gaan we naar een waterval toe
Ondertussen is het vandaag de vierde of vijfde dag. Vierde? Vierde? Ja. Eén van die vierde dag, ja. En we hebben al een paar dingetjes gedaan, maar we gaan vandaag dus een route doen. En dan komen we bij een paar kleine dorpjes uit, als ik het goed heb. Ja, we gaan dus rijden door het eiland, want we hebben een auto gehuurd. En dan gaan we 3 stops doen, dus dat is wat we vandaag gaan doen. En ja, ik ga weer wat filmen, dus ja. Ik heb net echt het cutste ding ooit gekocht. Het is een schildpad, gemaakt van schelpen. Dat is toch echt ultra schattig, hij heeft zelfs een bril. We zijn nu dus in een of ander bergdorpje, hoe heet het? Kalitea. En we zijn er echt helemaal voor de bergen gereden en het is echt heel erg Grieks, er zijn echt bijna geen toeristen. En het is echt wel heel mooi om te zien. En nu gaan we even wat drinken. Waar zijn we nu? En Drakei. Oké, en dit is dus het laatste dorpje van het eiland, van de Westkust. Verder dan dit kan je niet, want dan houden we ook gewoon de weg op. Dus ja, daar zijn we nu. 2,2, waarom moet je er helemaal lopen? Daar had ik toch geen zin in. Nee, toch niet? Nee. Er staat een man op ons te schelden omdat we niet in zijn restaurant zijn komen eten, maar in het restaurant van buurvrouw. En nu staat hij daar in een jurk, gewoon op ons te schelden en zegt hij dat we weg moeten gaan. Fuck. We zijn een baby aan het beschermen. Wat een cuties.
in ieder geval. Het zijn echt allemaal baby-timontjes met witte pootjes. Oh, daar komt er nog een. En ja, we zijn net best wel veel berg opgereden, zoals je zag. Zo, kijk het uitzicht. Nee, ik zeg maar. Ach, 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 ik zeg maar. Ik zeg maar. Eko, eko. Eko dia kan. Sabu mi satu bulan. Eko dia kan. Saya ni satu mata. Saya ni satu mata. Saya ni satu mata. We gaan de vast zijn. Wat een kijk nou. Oh, so nice. Hier is een heel bij jou. Hier is een heel. So cute. We zijn nu dus op een punt waar we heel dicht bij Turkije zijn. Volgens mij was het kortste punt 2 kilometer, toch? Dus ik weet niet of dat precies hier is, maar Turkije is echt fucking dichtbij. Het is echt gewoon daar. Dus daar kwamen wij nu even naar kijken. Dit is onze vierde stop of zo ondertussen. En de stop hierna gaat het strand zijn. Waar we allemaal heel blij om zijn, want het is zo warm. Ik kan eigenlijk alleen nog niet van je plezieren, maar thank you.
laatste avond hier. Dus we gaan nu even naar de stad om wat te gaan eten. Iedereen vindt het heel jammer dat we weg moeten. Het is oprecht wel heel sad, want de eerste week hadden we niet echt mensen om mee te connecten en zo. En nu de laatste 2-3 dagen hebben we best wel wat vrienden gemaakt. En we gaan ook weer chillen met hun straks. Alleen, nu moeten we dus weg, dus dat is wel vrij sad. Maar ja, de laatste meal. Een Bulgari. En we eten precies hetzelfde bij hetzelfde restaurant waar we de eerste dag ook hebben gegeten om het af te sluiten. Wat is dit? Dit is wel een feestje.